Zo, eens even kijken. Waar is de puzzelpagina? Oh, hier heb ik hem. Dat is even een prettig weertje om even rustig de lunch te lunchen. Even zo tussendoor, vindt u ook niet? Eet u smakelijk, meneer. Nog u zeer. U bent in een goede bui, hè? Ja, ik ben in een hele goede bui, dat kan je wel zeggen. Komt dat? Is er een reden voor? Ik ga morgen een plezierreisje maken. Oh, een plezierreisje? Ja. Waar gaat u heen? Ik ga mijn schoonmoeder naar Schiphol brengen. En gaat u zelf mee? Nee, ik ga zelf niet mee. Nee, wij gaan nooit zo ver. Ik blijf altijd een beetje in de buurt. We zijn bijvoorbeeld vorig jaar zijn we naar Zandvoort geweest met het hele gezin. Dat was ook heel gezellig. Hotel? Zandvoort. Een hotel? Schitterend hotel, prachtig hotel. Wij zaten in hotel, hoe heet het ook alweer? Krasnapolski. U bedoelt, hotel Krasnapolski. U bedoelt Krasnapolski. Nee, dat stond boven op dak stond er met grote letters. Mooi hotel, keurig in de verf. Heel mooi, erg mooi. Hotel Krasnapolski staat niet in Zandvoort, meneer, maar dat staat in Amsterdam, in het hartje van Amsterdam. Nou, vandaar dat het elke morgen zo'n eind lopen was naar het strand. Nou ja, maak het uit. Is er wat bijzonders in de krant of is het allemaal niks? Nou, ik zit te puzzelen, maar ik las net wel een mooi verhaal over vier mannen die 5 dagen lang op een vlotje in de oceaan hebben rondgedreven. Ze verzinnen wat, hè, die krant, hè? Ja, ja. Moet verkocht worden, hè? Ja, maar deze hadden schipbreuk geleden. Oh, 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 schipbreuk. Nou, ja. Mazzel dat ze een vlotje bij zich hadden dan, hè? Ja, nee, dat hadden ze natuurlijk niet bij zich. Omdat u dat zei, toch? U zei toch met een schipbreuk met een vlotje? Ja, maar dat hebben ze natuurlijk in alle paniek even gemaakt, dat vlotje. Gemaakt? Ja. Waarvan? Van golfplaat? Nou, dat zie ik helemaal voor. Maar jongens, wat is er gebeurd? We hebben schipbreuk geleden. Wat zeg je nou? Jazeker, we hebben schipbreuk geleden. Echt waar? Ja, ik denk, wat word ik vochtig? Godverdorie, wat moeten we nou? Ja, weet jij, weet ik het. Nee, ik zei het ook zo gauw niet. Hadden we nou maar een vlotje? Ja, dat zou ik ook niet weten. Nou ja, afwachten maar, hè. Oh, nee, nee, nee. Wacht even. Ik voel wat. Wat heb je? Ik voel een paar planken in mijn binnenzak. Wat zeg je nou? Ik heb altijd een paar planken bij me voor als je ineens een vlotje moet maken. Wat handig is dat? Ja, de spijkers zitten erin. Nou, dat is helemaal anders, hè? Pop, verdor. Hé, hey, kijk, daar drijft een hamer. Nou, wat een mazzel. Wat een onzinnig verhaal. Dat hoort u toch zelf ook, hoop ik. Meneer, zo gaat dat helemaal niet. Nee, natuurlijk gaat het zo. Toen dat schip zinkende was, probeerden ze natuurlijk van alles om wat hout bij elkaar te vinden. Tuurlijk. Ja, ja hoor. Ze gaan eerst het hele schip demonteren. Nou, goed. Vrouwen en kinderen eerst van boord. Nee, we moeten eerst nog even wat plonken losschroeven voor een vlotje. Schroevendraaier, heb jij een schroevendraaier? Ja, die leg beneden, dat staat er op pot. Hoe komen we aan een schroevendraaier? Wacht, ik heb zo'n Zwitserse zakmes. Oh, die zijn handig. Ja, die zijn zeker handig. Zit er een schroevendraaier bij? Ja, eens even kijken. Even kijken, waar heb ik hem? Dat moet hier tussen zitten. Ik heb hier een schaartje. Nee, een schaartje heb ik niks. Dan heb ik hier nog een vergrootglas. Zo, dat vergroot enorm. Ja, kijk eens even hier zo. Ik heb nog een nagelvijltje. Heb ook niet nog... Ah, hier is een schroevendraaier. Bloep, 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 bloep. Hier is een schroevendraaier. Maar dat is niet de goede. Ik moet een kruiskop schroevendraaier. Kruiskop. Bloep, 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 bloep. Moet je een klein beetje opschieten. Anders krijg ik geen kruis. Maar heb je nou echt een goede schroevendraaier? Ja, zo krijg ik nooit die planken los. Meneer, u maakt er zo'n enorme toestand van. Er staat hier alleen maar in de krant dat er 3 mannen op een vlotje op zee ronddreven. Meer niet. Dat is alles. 3? Ja, 3 of 4, wat maakt het uit? Net zei u 4. Ja, er was er 1 overboord gevallen, denk ik. 1 overboord gevallen? Ach, wie? Ja, weet ik veel wie. Nou ja, als je het bent, is het wel belangrijk. Oh ja, hier staat het. Oh, toch? Ja, een kanebraaier is overboord gevallen. Kanebraaier? Ja. Mijn buurman heet toevallig kanebraaier. Die heb ik al een hele tijd niet gezien. Is kanebraaier overboord gevallen? Ja. Wat afschuwelijk, zeg. Nou ja, pas nieuwe gordijnen hangen. Die kan ik nou misschien goedkoop overnemen. Godverdomme. Nee, er zijn meer honden die Vicky heten. Ja. Vicky, dat is hem. Kanebraaier hebben een hond die heet Vicky. Ach, wat afschuwelijk. Tuurlijk overboord geslagen toen die hond wou blussen. Wat een verschrikkelijk moment zal dat geweest zijn, zeg. Wat een verschrikkelijk moment. Man. Hier heb je de krant. Heb ik de krant? Ja. Nu wel? Ja. Oh. Dat is vlug. U gooit alles door elkaar. Er staat alleen maar een verhaal in de krant over 4 mannen die op een vlotje dreven. Is Kanebraaier weer terug? Ja, hij is weer terug. Daar gaan we, gordijnen. Ik vind het al zo verschrikkelijk voor die hond. Ik weet het, omdat ik zelf ook een hond heb gehad, hè. Verschrikkelijke hond, leuke hond wel, maar rare hond, eigenaardig. Die lusten bijvoorbeeld geen vlees.
Oh, dat is raar voor een hond, als je geen vlees lust. Wat was dat dan voor hond? Een vegetariër. Eigenaardig beest. Meneer, een vegetariër. Nou, ik heb al meer gekke beesten gehad, hoor. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een... die heb ik trouwens nog. Ik heb een... dat is misschien even leuk om het nu te vertellen. Ja. Ik heb een vogel... die kan praten. Oh, papegaai. Een uil. Een uil? Een uil, een pratende uil. En daar komt ook nog bij, het is een homoseksuele pratende uil. Die zie je niet veel. Een homoseksuele uil die kan praten. En wat zegt hij dan wel niet? Wat zegt u? Wat zegt hij dan wel niet? Joehoe. 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 Ja. Joehoe. Maar hoe is het nou verder afgelopen met die schipbreuk? Ja, is er nog iets van terechtgekomen? Ik heb het niet helemaal gelezen. Hier, ik heb u de krant het al gegeven. Misschien kunt u het zelf even doorlezen, dames. Oh, vind u niet heug? Waar is de krant? Ah, hier zo. Ja, ah, laat mij verder met rust. Dan kan ik eindelijk nu eens aan mijn schipprogram gaan werken. Waar staat het? Welke pagina heb u het? Oh, hier, waar dat A4'tje in zit. Moet ik het daar... oh, ja. Even kijken. Even kijken, waar staat het hier? Oh ja. Ja, laat mij nou met rust, dan kan ik mijn cryptogram gewoon afmaken, ja? Ik ben nu aan het puzzelen. Ja, maar dat ik ben zelf ook een enorme puzzelaar. Als ik u kan helpen, dan wil ik daar dit graag even helpen. Dit is geen gemakkelijke puzzel. Jeugdkampioen Zuid-Holland zit hier, hoor. Ja. Dus ik moet helpen om het u te zeggen, hè? Want ik ben er zo, ik vul ze achter elkaar in. Het is voor mij geen enkel punt. Nee, ik kom er wel uit. Mooi. 7 horizontaal. Mooi, 7 horizontaal. Die heb ik geweten, die heb ik geweten. 7 horizontaal. Heb je nog een beginletter of man, zo? Man, je weet niet eens wat de vraag is. Oh, wat is de vraag dan? Een ander woord voor een vader van een tweeling. Dubbeldekker. Een dubbeldekker. Wel, nee man, dat past helemaal niet. 14 verticaal. Hoe heet een garderobejuffrouw? Klerenwijf. Nou, ik ben het zat, meneer. Eet nou gewoon uw trommeltje leeg en laat mij gewoon lekker met rust en even het cryptogram. Dat doe ik altijd graag op zo'n vrijdagavond. Even heel relaxed. Ik ben een beetje klaar, hè? Moet opschieten, want ik moet zo weer aan het werk natuurlijk. Dus dan ben ik een... Godverdorie. Ook wat, ik heb mijn trommeltje niet open. Komt dat? Ik ben de cijfercode vergeten. Een cijferslot voor een broodtrommeltje? Ja, ik laat de kaas niet van mijn brood eten, hoor. Dus even kijken, het was zo, was het ook alweer. Weet u niet één cijfer meer dan? Ja, het zijn 6 drieën, maar ja, de volgorde, daar gaat het om natuurlijk, hè. De volgorde. Nou kom ik er ook niet achter hoe mijn vrouw over me denkt, hè. Mijn vrouw maakt altijd het trommeltje klaar. Die stelt het altijd samen, het trommeltje. Dan kan ik aan de inhoud zien hoe mijn vrouw vandaag over me denkt. Oh. Dat is leuk, hè? Ja. Dus dan, ik zal maar zeggen, dan zit er bijvoorbeeld in een broodje ei en een plak ontbijtkoek. Dan betekent dat, het is tussen mevrouw en mij koek. En nou. Er zit er nou ook nog een appeltje bij, dan wil dat zeggen, wij hebben nog een appeltje te schillen. Weet u wel, dat zijn allemaal codes, zal ik maar zeggen. Maar ja, kom. Oh, hij springt open. Mooi. Zo. Wat zou mevrouw hier nou mee bedoelen?